Vandaag gaan we de neushoorns toevoegen in onze mooie tropische dierentuin. En die gaan hier komen, aan deze kant. Dus ik moet even kijken hoe ik dit mooi ga aansluiten. En natuurlijk ook een mooi plekje voor heb. Nou, er is genoeg ruimte in de neushoorns. We willen ook best even ruimte. We gaan trouwens in deze neushoorns doen. Maar ik wil het hier aan vast laten lopen, dat het een soort van doorloop is. Dus we moeten even goed kijken, goed tekenen hoe we dit gaan plaatsen. Want hier wil ik ook natuurlijk nog een beetje een backstage area doen. Maar ook weer een mooi stukje, omdat hier een restaurant zit. En dan wil ik niet zoals nu uitkijken op dit. Dus dat moeten we nog een keer aanpassen. Misschien moeten we dat meteen doen. En dat we het design van dit huisje misschien gebruiken. Ik dupliceer maar even een stopbewerking. Dus eigenlijk wat het plan is, is dat we eerst even een mooi dit gaan afwerken. Ik weet niet wat het is. Het is een soort backstage area huisje. Ah, er komen bubbels uit. Dat is best wel cute. Zodat we dit in ieder geval mooi een beetje opgelost krijgen. En dan gaan we hier een beetje uittekenen voor de neushoorns. Dan hebben we een olifant in het park. Oh, wat schattig. Dus zit hij te chillen. En dan hebben we de neushoorns. Dat zijn wel echt toffe beesten. Als ik dit zo zie, lijkt het alsof het hokje steeds kleiner en kleiner wordt. Maar volgens mij valt het wel mee nog. Ik heb ruimte voor... Oh, ik heb 6000. Oh, dat is wel heel veel. Hoeveel olifanten kon ik ook alweer? 30? Ik denk dat ik 15 al best wel veel vind. Oh, ik kan maar echt heel veel. Ik kan meer dan 20 dieren. Dus dat is misschien sowieso al heel veel. Nou, oké, dan hoef ik hier geen zorgen te maken. Dit is een mooie ruimte. Dan wil ik neushoorns. Vind ik ook belangrijk dat ze de ruimte krijgen. En ze zijn zelfverzekerd. Dus dat is wel heel fijn. De neushoorns kan ik ook een beetje over laten lopen in dit themagebiedje. Dus dat is eigenlijk wel weer top. Een beetje het warmere themagebied van tropische dierentuin. Bijna desert feeling, maar ook weer niet. Ja, laten we kijken of we hier wel moois van kunnen maken. Ik vind bijna dit huisje groter. Het is gewoon groter dan het restaurant. Dat vind ik wel een beetje meh. Als ik dit oppak en verplaats. Hoe belangrijk is dit? Stroom? Best belangrijk eigenlijk. Ik wist niet dat het zo belangrijk was. Ja, als ik het maar gewoon heel even daar neerzet. Kan ik het misschien hier mooier maken? Dan gaan we naar het terrein en dan maken we het gras kort. En dan doen we alles heel even gewoon doortrekken. Dat trek ik ook maar een beetje door. Dat is niet zo nodig, het hele hoge hier. En dan gaan we hier een klein beetje naar beneden. Dat is wel heel weinig. Oké, iets meer. Oké, dit past precies. Dat is top. En dan het enige wat ik eigenlijk wil is letterlijk dit weer kopiëren. En het voordeel als je dit een beetje een hutje geeft, dit soort bouwdingen, dan lijkt het alsof het beter onderhouden wordt. Omdat het er zeg maar gewoon goed verzorgd uitziet. En het geeft ook een beetje klein, beetje backstage area aan, dat vind ik ook wel belangrijk. En de overkapping mag natuurlijk een beetje uitsteken, zodat het echt een soort van steun geeft, die pilaren. Zo, misschien dat deze wel ietsjes verder mocht. Ja, die mocht een stuk verder. Ik vond deze pilaren al niet helemaal lekker uitkomen. Kijk, dan valt het wel. Dan is het gewoon een klein hutje. Dit is prima, maar ik wil niet dat het een nieuw gebouw wordt. Het moet gewoon een soort van, letterlijk hoe het nu is, een soort van klein hutje zijn waar dingen in staan. Voor de backstage area. En dan kan ik dit opvullen met mooie bloemetjes en zo. En gewoon planten, et cetera. Nou heb ik nog steeds... Oh, hier een hutje staan. Loony Balloonies. En een of ander vivarium. Ik moet een vivarium... Ik moet echt een keer aandacht geven aan de vivariums. Ik vind het gewoon een beetje zielig. Dus ik krijg gewoon helemaal geen aandacht in mijn dieren. In ieder geval deze pilaar even weghalen en ruimte geven. Oké, misschien is het eerst fijn. Dat is echt een heel groot stuk. Om een pad hiervoor uit te leggen. En heel eerlijk, ik vind gewoon dat jullie weg moeten. En deze vivarium... Waar ga ik het vivarium neerzet? Ik ben de vivarium echt van hop naar haar aan het sturen. En ik denk dat ik de vivarium hier neerzet. Puur dat het gewoon daar misschien mensen iets meer laat doorlopen. En ik wil het gewoon hier weg hebben. Ik wil hier ruimte hebben. Zodat ik creatieve inspiratie op kan doen om daar iets neer te zetten voor de neushoorns. En dan niks is fijner als dan ook gewoon een beetje opgeruimd hier. Zodat ik weet met wat voor ruimte ik te maken heb. Oké, als we sowieso even naar het pad gaan. Dit is het pad die ik heb. Dus niet dat pad wat ik heb. Wat is dit pad wat ik heb? Vanuit hier wil ik gewoon dit weghalen. Dit ook weghalen. Maar vanaf hier ga ik ook gewoon omhoog. Ik vind altijd als je je dierentuin een beetje elevate. Dus zeg maar een beetje hoger maakt. En gewoon een beetje met de diepte speelt. Dan heeft het al meteen een heel ander gevoel. We'll be right back.
Want misschien voor in de toekomst wat heel vet dat ik hier meer met water ga werken. Dat er iets meer natuur ook in het park terechtkomt. Oké, maar ik denk dat deze layout wel heel tof is. Dan trekt dat letterlijk helemaal door hier zo. Moet ik alleen deze er nog mee verbinden. Misschien dat ik dan ook ooit dit hier weghaal en dit weer terugstuur naar het hoofdpad hier. En dat ik hier misschien vervaardigd kan verwerken, zodat de paden echt meer als één geheel, dat de mensen echt meer als één route gaan lopen. Dat is denk ik wel vetter, denk ik wel mooier. Want het park wordt nu al langzaamaan groter. Dat is wel vet op zich. Ja, de neushoorns hebben uiteraard niet zoveel ruimte nodig. Dus ga dat ik hier nog een klein ander verblijf neer kan zetten. Of gewoon natuur, want ik vind het eigenlijk ook niet verkeerd dat er gewoon ook wat natuurplekken komen. In plaats van dat het heel klein, compact is en alles, alle dieren zeg maar een plekje hebben. Aan de ene kant ook wel weer leuk, als je echt loopt, heb je ook wel veel te doen en veel te zien. Nou, deze mensen dan moet ik denk ik even allemaal... Oh, die gaan denk ik vanzelf weg. Ah, die gaan vanzelf weg. Ik denk als ik die allemaal hand voor hand moet verplaatsen, dan ben ik wel lang bezig. Goed, het terrein voor de neushoorns. Ik heb trouwens al neushoorns gekocht. Ik dacht, het gaat me niet gebeuren dat ik nu een leuk idee heb om de neushoornverblijf te maken. En dat ik dan geen neushoorns kan kopen. Omdat ze of te duur zijn of ze zijn niet. En ik had gelukkig nog natuurbehoudcredits een beetje opgespaard. Want het kostte wat natuurbehoudcredits. Uiteraard had ik als we vandaag. Maar we hebben ze, dus dat is in ieder geval al zorgen minder. Oké, we gaan aarde zwaar pakken. Dat is makkelijker om te zien. Oké, ik ga hier lang. Langs opgaat denk ik, nou, ik moet wel echt een winkeltje eigenlijk ergens neerzetten. Nou, hoeft trouwens helemaal niet. Ik heb hier een restaurant en ik heb hier ook al een winkeltje. Alleen drinken. Kan ik ook hier tussen doen of gewoon achter. Mensen moeten maar gewoon doorlopen. Doe ik daarachter ook wel de wc. Heb ze hier gewoon lekker mooi uitzicht. Ik denk dat ik hier gewoon de neushoorns voor wil doen. De neushoorns waren zelfverzekerd. Bezoekers gewoon lekker hier plek hebben om te kijken. Ik denk dat dit gewoon al perfect is, heel eerlijk gezegd. Niks meer aan doen. Maar ik denk, we pakken gewoon lekker meteen 0. Het mooie is dat ik hier achter dus ook misschien al een beetje een backstage area heb. Dan kan ik daar ook mooi de ingang doen van het verblijf. Ja, laat ik dat maar meteen doen. Hotziek idee. Dan moet ik dit uiteraard wel een beetje connecten. Oh, hoe kan ik dit best connecten? Sowieso deze boom gaat weg. Jij gaat hierheen. Ik denk dat dit best wel prima is. Doe, hier zit ook een huis. Hier zit alles al bij. Dan zit ook niet zo'n pad. Dan kan het gewoon mooi met natuur overgaan. Ja, ik vind het prima. Kun ik ook wel makkelijker wegwerken dit. Alleen dan met een mooie grote boom. Bomen doen nou heel veel. Nou kunnen we kijken hoe groot het verblijf is. Het verblijf is 4600. Nou, volgens mij is dat meer dan genoeg. Dat is even een koekeloeren bij de neushoorn. Die wouden... Oh, wacht. Dit is Indische olifant. Ja, die willen veel minder. Veel minder ruimte. Dat vind ik zielig als ze minder ruimte hebben. Dat doen we niet aan. Maar ik kan wel ze meer water geven. Het is wel leuk, denk ik, als deze echt kunnen zwemmen. Dus ik ga het een stukje dieper maken voor ze. Perfect. Niks meer aan doen. En wat is hun klasse? Klasse 4, meter 2. 2 meter, dat is best wel hoog nog, zit ik nou aan te denken. In een twijfel omheining gaan we met gaas werken, ja. Dan vraag ik me alleen af hoe hoog 2 meter is. Als ik dat dan heel even omheining bewerk. Als ik dit heel even van beton doe. En dit is 2 meter. Dan heb ik dat als meetpunt, zeg maar. Dit is 2 meter. Kunnen de bezoekers ook gewoon eigenlijk in principe best goed doorheen kijken. Op zich ziet dit er wel heel leuk uit. Misschien het gaas een beetje een andere kleur geven. Wat lastig bij de neushoorns dit. Want ik denk als we dit vooraan zetten. Zo. En als we die boomstammen gewoon hier neerzetten. Kunnen ze er in principe al niet meer door. Ja, of vanzelf achterkomen. Of zij hier overheen kunnen, ja of nee. Nou, het is niet helemaal perfect, maar het staat gewoon voor het oog. Kan ik daarna gewoon goed een beetje opvullen en mooi maken en passend. Maar ja, voor hetzelfde geld kan mijn idee niet. En dan ben ik heel veel moeite aan doen en niks. Ik ga de rest van de omheining ga ik allemaal even beton maken. Want ik wil dus kijken of de neushoorns er doorheen kunnen, ja of nee. En dan vind ik het wel zo fijn en belangrijk dat
de neushoorns er nu ook niet uit kunnen. En ik denk dat ik trouwens ook mag een beton doen, want ik weet niet wat ik anders moet doen. Nou, grasland en gematigd zijn deze diertjes. Dus geheid als ze dezelfde stenen hebben als wat ik hier allemaal een beetje gedaan heb van dat oranjeachtige. Dus dan kopieer ik lekker in dat thema, trek ik door. En dan zet ik ook een beetje aan de zijkant neer, zodat hier geen neushoorns doorheen kunnen. In de hoop, althans. Nou, dan willen we altijd één donatiebox voor de neushoorns. Die noem ik ook even lekker neushoorn. Ja, welk werkgebied gaat hierbij komen, in godsnaam? Ik denk het middenstuk of dit gedeelte. Ik denk heel eerlijk gezegd dat het middenstuk er beter onder valt. Want daar valt dit ook nog onder. Ja, desertgebied valt dit ook onder. Dat doe ik ook onder desertgebied. Dan hebben we in ieder geval dat het sowieso verzorgd wordt. De neushoorns, jullie mogen naar je plekje. Naar dierentuin sturen. Let's go. Benieuwd of het gaat passen. Maar dan wordt het dadelijk ook eindelijk één geheel hier. Superleuk. Oh. Ik moet natuurlijk dit pad wel even verbinden. Uh-oh. Ze zijn in totaal doen. Wie is de schuldige hierbij? Dit vrouwke. Laten we dat even niet doen. Ja, ik denk echt dat het vrouwke de schuldige is, want die is wat jonger. Nou, eigenlijk is de minderjarige nooit schuldig. Dus dat was. Oké, één van die twee. Ik heb jou gewoon even dat je geen kleintje kan maken. Hoe gaat het eigenlijk überhaupt hier bij deze Colombiaans aapjes? Volgens mij verder wel goed naast die intelt nadat. Oh, hij is weer aan het krabben. Volgens mij was de vlooien. Precies, alleen ook echt nog nooit klimmen. Ik moet die denk ik ook even betere klimdingen maken. Soms gaan ze wel in de boom, maar niet over dingen heen. Hij sprong wel op iets. Misschien vindt het gewoon niet zo leuk. Dat kan ook. Nou, mijn vrouwtjes gorilla's doen het ook nog steeds goed. Ze hebben nog steeds geen vriendje eigenlijk. Dat is eigenlijk ook wel zielig. Kijk, heel zielig liggen hier dan. Ik heb geen geld voor een nieuwe gorilla. Sorry meiden, het gaat. Ik denk dat jullie nooit een vriendje gaan krijgen. Echt best wel snel eigenlijk. Zijn er al neushoorns? En is hij al... Oh, ze waren er al heel lang. Zo, maar heeft iemand weer een groot hok gemaakt? Of heeft iemand weer een groot hok gemaakt? Marijke is weer bezig hoor. Nou, snel inkorten die handel. Zo, dat is beter. Zo, maar die neus, die kleine neushoorns zijn wel heel schattig klein eigenlijk. Had ik niet verwacht, heel eerlijk gezegd. Verblijf. Ja, inderdaad, jullie zijn niet tevreden mee. Oké, hier kunnen ze er niet uit. Dat is best wel chill. Waarom kunnen ze daar er wel uit? Nee, ze kunnen er niet uit. Toppie! Oké, deze dingen houden ze tegen dus. Dat is fijn. Dan hebben we hier gewoon een mooi uitzicht. En meer. Oké, wat voor terrein willen jullie? Ik denk dat ze meer zand willen. Te veel gaskoorts willen meer gaslang en meer aarde en meer steen en zand willen ze ook. Veel meer. Nou, laten we dat even voor ze regelen als ze een beetje blij worden. Misschien dat ik ook een klein beetje naar beneden kan doen. Nou, dat ziet er top uit. Ze willen een stevige schuilplaats. Dan krijgen ze ook een stevige schuilplaats. Die wil ik eigenlijk wel nog een keer mooi maken. Maar misschien is een kant-en-klaar iets wat ik kan gebruiken. Oké, nee, bijna bang voor. Ik denk dat ik iets zelf moet gaan in elkaar flatsen. In elkaar knutselen, een dakje in elkaar knutselen. Oké, even kijken. Ik wil wel iets met riet. Willen wij iets met steen? Wij willen zeker iets met steen. Wel een steen die kleur kan geven. Een betonnen muurtje trouwens ook prima. Het is een tropische dierentuin, dus ik wil wel dat het lekker verkoelend is. Maar op zich is een betonnen muurtje wel verkoelend. Dan willen we houten pilaren. Stevige, aangezien deze soms best wel sterk zijn. En die gaat hierboven, die laten we lekker erin, zodat het lekker kan doorluchten, jongen. Oh, maar dit ziet er best leuk uit. Soms moet je gewoon elementen allemaal aan elkaar toevoegen en dan heb je iets leuks. En anders kan je dingen altijd nog verwijderen als je het niet leuk vindt, zo betreft. Dan uiteraard een lekker strootje plaatsen. Milde grote eventueel jonkie. Super cute. Ik denk dat ze daar wel genoeg aan hebben, hoop ik. Gaan we achterkomen. Terrein. Oh, 90%. Oh, 0. Ik weet niet waar dit vandaan komt. Komt er niet in? Oh, is het te laag? Ga maar voor plaatsen. Dus er komt er niet in. Moet deze balk weg. Misschien moet ik deze wel wat meer weghalen of zo. Want ze hebben inderdaad maar heel klein ruimte. Ze zijn gewoon ook best wel klein voor ze. Misschien moet ik dit wel weghalen. Misschien is dit funest. Maar goed, ze kunnen er in ieder geval mee vooruit. Ze kunnen schuilen als ze willen. In de water.
Wat is deze man aan het doen? Kan hij het goed zien vanaf hier? Ja, die kan het zeker goed zien. Laten ze in ieder geval wat verrijking geven, want daar zijn ze ook een beetje depressief over. Wat ik ook best snap. Ik neem het spel even lopen. Ik vind het wel heel donker. Ik heb het lang niet meer gehad, zo donker in mijn dichttuin. Ik weet niet waarom eigenlijk. Ze zijn nu al een stuk blijer. Dat is fijn. Kijk, de zon komt er doorheen hoor. Ja. Maar we hebben even... Ik wil ook heel graag wat plantjes. Ik weet dat ze niet veel willen. Nou, ik denk dat een paar meer planten wel leuk zijn, maar ook dat ik dat later toevoeg een keer zo'n steentje bijvoorbeeld neer gaan leggen. Maar ik moet zeggen, het ziet er wel heel leuk uit. En mensen kunnen eindelijk doorlopen. Ik denk niet dat ze het doen omdat hier nog niet veel te doen is. En dit waarschijnlijk allemaal een beetje ver weg is. Maar dat komt nog, want ik kan hier eventueel ook nog een klein diertje neerzetten en gewoon wat meer doorbouwen. Dus dat is top. Maar de neushoorns zien er hier wel heel vet uit, heel eerlijk. Het is wel een mooi plekje hier. Laat ik eens even deze borden kopiëren ook. En de Indische neushoorn. Voilà. Optieflot. En die doen we nog maar even één keer kopiëren. Even naar de andere kant. Zo. Prullenbakje hier, prullenbakje daar, prullenbakje hier. Oeh, I love it. Kunnen de neushoorns samen met andere dieren? Met een wilde waterbeeld van een klein klauwot hadden ze samen gekund. En moet ik zeggen dat ik het vaak wel leuker vind om dieren een eigen verblijf te doen. Omdat sommige dieren vaak hele andere behoeftes hebben dan andere dieren. En dat ze vaak ook wel een beetje een eigen stijl. En als je ook een beetje kijkt waar ze in hun leefomgeving leven, wat anders is. Dus alleen bijvoorbeeld bij het tapier, bij deze neusapel bijvoorbeeld wel weer heel erg passen. En die zitten elkaar ook allemaal niet in de weg. Shoutout naar Haki. Vanaf hier is het heel rustgevend en mooi. Eindelijk hebben zij ook wel een heel rustig plekje hier in de neus. Want eerlijk, ze hebben geen last van roofdieren. Ze hebben de ruimte, dat gun ik ze ook heel erg. Ik denk dat de bezoekers dan weer gaan klagen, dus dat betreft. Vanaf hier is niet goed te zien. Zie je, ze gaan ze al. Ik ga het al inkorten. Nou eerlijk, meer ruimte hebben ze ook niet nodig, dus ik vind het prima. Ze moeten niet zo zeuren. Ze hebben echt goed zicht overal, joh. Het zijn hartstikke grote dieren. Ik vind de pletterzoenen echt wel niet zo streng over moeten zijn. Want dan ga je juist het kleinere en dicht op de bezoekers hokken maken, terwijl de dieren altijd een beetje ruimte nodig hebben. En ook een beetje afstand vaak zijn van de mens. En verrekijkers. We willen ook heel graag verrekijkers. Nou, ik moet zeggen, het hok van de neushoorns is best makkelijk te maken, aangezien ze niet heel veel planten willen. Het enige is om het dadelijk wat meer diepte en wat moois te geven, is het dus de omheining verder afmaken en meer met stenen gaan werken. En dus eigenlijk een iets groter hok. Maar ik denk dat dat even mooi hierin gaat verwerken nog. Maar dat is voor de volgende keer. Nou, de dierentuin wordt al steeds mooier. De vorige keer waren we met de capybaras bezig, waar ik ook nog steeds echt heel veel van heb. En dat ziet er nu heel leuk en vredig uit. En als je hier komt, en nu is het een beetje afgemaakt met de neushoorns. Kijk, de titels, en dat moet nog allemaal mooi worden. Maar goed, dan kan ik hier ooit een keer werken aan een shopje, dat je hier mensen gewoon lekker kunnen zitten. Aan misschien meer watergebied hierachter met meer steen. En hier is er zeker nog ruimte voor andere dieren. En de waterbuffel vond ik ook echt nog een mooie toevoeging in deze dierentuin. Dus wie weet komt hier wel de waterbuffel. Zou op zich best vet zijn. Ik kan er nog eventueel voor kiezen om dit door te trekken, dit stukje hier zo. En om dan toch nog de waterbuffels toe te voegen. Maar zoals ik al zei, volgens mij willen de waterbuffels meer planten. En de neushoorns weer niet. En dan wil ik niet ten koste gaan van een dier wat wel heel veel planten wil, om dan maar te weinig planten te doen. Bij de waterbuffels kun je wel heel veel met van die leuke grasplantjes werken. Nou, ik had verwacht dat de neushoorns echt wel meer ruimte nodig zouden hebben. Maar dat is totaal niet. Ze zijn ook stiekem best wel klein om. Ja, het zijn Indische neushoorns. Die zijn ook gewoon kleiner dan de Afrikaanse neushoorns. De akapishokjes staan nog steeds leeg. Dus dit moet nog steeds gevuld worden. Ik zal nog even een polletje maken weer op mijn communitypagina, wat voor dieren we de volgende keer aan willen toevoegen. Of laat nog een leuke reactie onder als je nog wat inspiratie weet voor deze dierentuin. Of wat voor dier je bijvoorbeeld echt nog vindt passen in deze dierentuin. Ik heb er uiteraard er best veel, maar een dier wat ik echt nog wil toevoegen is wel een tijgersoort. En waarschijnlijk de Bengalse tijger. Die wil ik ook zeker nog in mijn dierentuin hebben. Ja, waar die terecht kan is ook maar de vraag. En waar die het beste past. Misschien ooit aan deze kant of hier met gorilla's is het eigenlijk ook wel heel vet tot hier misschien een tijgersoort komt. Eens kijken in deze video. Vergeet vooral niet te abonneren als je main game blijft zien op mijn kanaal. En check ook deze video uit. Vond je YouTube video ook weer leuk. En dan zie ik je bij de volgende video. Doei!